dames en heren. Welkom in Alleman. U bent allemaal voorzien van koffie, thee en een lekker koekje. Ik heet u welkom namens het WWZ-team. En samen proberen wij onze krachten te bundelen om te kijken wat er in alle wijken speelt en hoe wij eventuele mankementen het hoofd kunnen bieden. En zo hebben wij deze voorlichting georganiseerd voor u. Van wie is het initiatief voor deze voorlichtingsbijeenkomst afkomstig? Het initiatief zoals hier in Alleman is afkomstig van het WWZ-team Bankras Kost Verloren. En daar zijn een aantal organisaties in vertegenwoordigd op het gebied van wonen, welzijn en zorg. En daar zijn Vita Welzijn en Advies, Cardanus, Brentano, Osira Amstelring, Eigen Haard zijn organisaties die daar onder andere in vertegenwoordigd zijn. En dit hebben we dan georganiseerd in samenwerking met de politie. Omdat wij vonden dat in deze wijk meer aandacht even specifiek gegeven moest worden aan senioren en veiligheid. Goedemiddag meneer. Goedemiddag mevrouw de Jong. Ik heb een pakketje voor u. Pakketje? Ik heb helemaal geen pakketjes aangevraagd. Ik heb niks besteld hoor, zover ik weet. Ik heb toch echt een pakketje voor u. Uw naam staat erop, uw adres staat erop. En een afzender, staat dat erop? Nee, afzender staat er niet op. Maar misschien heeft u meegedaan aan een prijsvraag, of is het van de ouderenbond, of... Ja, dat zou misschien kunnen, maar ik heb verder helemaal niks besteld of wat dan ook. Ze hebben een drietal sketches met acteurs gaan ze vertonen. Eerst een situatie waarin eigenlijk alles misgaat wat mis kan gaan. En ontstaat er een dialoog tussen politie en publiek om te kijken, wat vinden mensen ervan? Herkennen ze wat er fout gegaan is? En politie geeft dan tips en trucs wat je zou kunnen doen of hoe je bepaalde situaties zou kunnen voorkomen. En daarna wordt de situatie nog een keer gespeeld en dan hoe het zou moeten volgens politie.